Breda Nu. Je weet het meteen. Een politieke partij voor tieners, een app om rekenen leuker te maken of het idee om theorie met film te combineren. 12 innovatieve projecten van mbo- en vmbo-studenten van ROC West-Brabant staan in Pier 15 in de picture tijdens de tweede editie van Talent Tour. Hier staan leerlingen van het Zoonvliet College in Roosendaal. Kunnen jullie vertellen wat jullie project inhoudt? Wij proberen met de nieuwste technologie rekenen leuker te maken. We zijn twee opleidingen, ICT en mediavormgeving, die samen zijn gekomen om dit project te realiseren. We hebben nu voor het vak rekenen gekozen, maar het kan ook voor andere vakken gebruikt worden. Dan kan je spelletjes doen waardoor je leerlingen enthousiaster maakt om te kunnen rekenen. Er zijn natuurlijk heel veel leerlingen die het lastig vinden. Dus dat is ons, ja, we willen het leuker maken. Nou, hier staan studenten van Vitalis College met het project Film voor Leertaak. Wat betekent dat? Nou, Film voor Leertaak betekent dat wij een film hebben gemaakt voor de aankomende nieuwe studenten die de opleiding zorg willen gaan doen. Dit hebben wij gedaan omdat wij enorm veel theorie hebben gehad het eerste half jaar van ons eerste leerjaar. En het was best pittig, dus wij willen de nieuwe studenten juist een beeld bij hun theorie geven, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan. Mirjam, je hebt een rondje gelopen inmiddels al, je hebt de projecten gezien. Wat vind je ervan? Ja, het is zo divers, maar het geeft wel een heel mooi beeld van wat voor creativiteit en vermogen onze jongeren hebben. Op VMBO en MBO, ja, het is echt geweldig om te zien. De winnaar bij VMBO werd Onbegrensd Verlangen van Scala. En de winnaar bij het MBO werd, ja ja, daar heb je ze weer. De rekenapp van Zoomvliet College uit Roosendaal. Breda Nu. Je weet het meteen.